Hoya Productions presents the M-Mania, a mixed martial arts event on the 2nd of May in Heerlen, the Netherlands. Go check it out on the website of mmania.nl. Precies, dat betekent dat we verder gaan met een B-klasse partij in het K1. En dit wordt een ladies fight. Ja. Met in de balhoek 22 jaar. En telefoonnummer geef ik niet. 57 kilo, 1 meter, 62, lang, 6 studenten. Van Kroonjim Hamburg. Uit Duitsland dus. 25 partijen de ring uitgevochten. 18 gewonnen, 7 verloren partijen. Van 18 overwinningen waren er 7 uur van knock-out. Geen katje om zonder handschoen aan te pakken. Dus de kampioen van Duitsland. Jullie applaus is voor Mirjam Oesloe. De weg wordt voor vrijgemaakt, jullie blaas voor Mirjam Oesloe. Haar tegenstandster, 5 jaar ouder, 57 kilogram bij lengte van 1,62 meter uit Veurendaal. Traint bij Hoyers, je hebt getraind door niemand minder dan Lou Hoyers hemzelf. Van de derde partij 22 gewonnen, 8 nederlagen en van de 2200 partijen 9 winnen van de knockout. En ze houdt van de vechters voor dan ook Lucia Rijker en natuurlijk haar neef Richel. En de bekende zwaargewichtbokser. Ze is de Sanda kampioen van de Benelux en jullie applaus is voor Marie Sarda Blackbird Sisia. En de Almanses lady, snel aan de ring en dan wil je horen voor Arizona Ercicia. Er is geen schrifter in deze partij, Mr. Rick Cocu. Up!
Avery, timeout, ringarts erbij. Dames, ik ga even naar de scheidsrechter. Dames en heren, winnaars door medische interventie en Oeslo. Dan ook graag jullie waardering voor Marisamba Hersicia. De kaak is ernstig ontwricht en de arts stopte daarom de partij. Vond het niet langer verantwoord om door te gaan. En dan staat ze de trotse winnares, Meryem Oezloe.